otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Goedemorgen. Deze morgen. We zijn alweer vroeg op pad. Nieuwe klus. Ja, we gaan naar Amsterdam. Hebben we een beetje zin in, of niet? Nou, ik ben wel blij dat die vloer niet nog nu naar boven moet. Alles staat er klaar. Ja. Ik hoef alleen maar koffie te zetten. Het enige wat we mee moeten nemen naar boven is eten. Eten en drinken. En het koffiezetapparaat. Het koffiezetapparaat hebben we mee. Ja. Het is ook erg mistig. Ja. Misschien dat ik het jullie... Ja, hier valt het wel weer mee. Net was het veel mistiger. Maar goed, we zijn onderweg. We hebben er zin in. Zo weer aardig wat verkeer op de weg. Het is wel lekker dat er geen file is hoor, 's ochtends zo vroeg. Baans. Ja. Maar we hebben ons wel voorgenomen dat we nu niet meer tot 11 uur 's avonds doorgaan, toch? Dus sowieso. We stoppen wel om 5 uur, toch? Jij gaat vanavond ook naar de gym, denk ik. We zijn er! Goedemorgen! Ik loop gelijk even naar buiten, want ik vind het zo mooi om te zien. Oh, sorry, deur, die is weer goed zwaar. Hier al op het terras. Aan de achterkant zijn ze ook alweer druk bezig. Moet je eens even kijken. Allemaal van die auto's die voorbij rijden. Allemaal druk. Iedereen is van alles aan het doen. Kijk, zitten daar ook allemaal van die gebouwtjes. Hebben ze allemaal bespreking volgens mij. Druk, 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 druk. Maar wij zijn ook druk. Want wij gaan met het plafond beginnen. Kijk eens even. Ja, hier gaat het gebeuren. Kijk. Dit is toch wel ideaal, jongens. Dit is gewoon top. We gaan zo lekker hier het heen lopen. Overal kunnen we erbij. Echt top. Voordat we beginnen, doen we eerst nog even een bakje koffie en een koekje eten. Even van het uitzicht genieten. Even kijken hoe anderen werken. Ik heb ook We zijn ook even natuurlijk aan het kijken naar de overkant. En wat mij opviel is dat er staat, nou ja, dat zie je meestal waar mensen aan het werk zijn. Die zetten dan een eigen, ja, hoe zeg je dat, een soort van branding neer. Of van welk bedrijf het is, of wie daar aan het werk is. En dan zag ik daar staan Rizzani the Etcher. Rizzani the Etcher. Dat heb ik even opgezocht. En dat is dus een Italiaanse aannemer. En in 2020 had hij al een opbrengst van 40 miljard. En die doet dus alles voor infrastructuur en bouw. Dus wereldwijd. Dus dit zal wel wat kosten, denk ik. Gaan, hè? Ja, jeetje, mina. Dan denk je dat. Dan denk je toch eigenlijk wel dat als je naar zoiets kijkt dat het door Nederlanders wordt gedaan. Maar is het dus gewoon een Italiaanse aannemer? Bizar. We hebben dus nu ook zo'n laserapparaatje gekocht. Super handig. Om even het plafond op te meten. Kijk, ik zal even laten zien hoe dat werkt. Want voorheen deden we alles met centimeter. En nu kan je dus gewoon heel makkelijk. Doe je hem zo. Zet je hem neer. Gaat hij hem zoeken. Dus nu aan het zoeken. Even kijken, als het goed is. Zit daar nu een laser op de muur? Iets omhoog. Ja. Hoppakee, kijk. Dan zegt hij precies hoeveel meter dat is. Nou, 5,539. Zet hem hier. Even kijken. Kijk, dan zie je hem daar op de muur, rode laser. Even kijken, klik ik hem aan. Nou, 20,9 vierkante meter. Kijk. Ja. Een half uurtje weer. Zo, één bak gevuld, die tweede bak gevuld. Emmers met water staan erbij. Even de spaan erbij gepakt. De mixer staat klaar. Het plafond zit in de voorstrijk. Tijd om aan te maken. Wij krijgen speciaal bezoek.
uit een speciale plaats. Ja, jullie kennen die plaats misschien wel. Polopos! Ja, ja. We gaan naar Amsterdam. We gaan er even omgeving laten zien. We gaan naar Volendam. We gaan haring eten. We gaan eens even kijken of we die Volendammer kleding aan kunnen doen. Ja, een leuke foto voor te maken. Ja. Maar we gaan er eerst ophalen in Amsterdam. Nou, wij zijn de garage uit en hallo. Jessica van Volendam. Ja, en we zijn nu in Volendam. En je moet natuurlijk in Volendam altijd even visje laten proeven. Dat gaan we doen op de dijk, hè? Dus we lopen even naar de dijk. Het is gelukkig lekker weer, het regent niet. Nee. Het is altijd fijn als je buiten loopt. Dus we hebben er net opgehaald in Amsterdam. Ja. Kwam ze met de trein heen. Super makkelijk, toen zijn we hierheen gereden. Zijn ze 3 dagen? Ja. Dus we doen een versnelde tour. Ja. Ze hebben al heel veel gezien. Die kan zien. Zie. Ze hebben volgens mij al heel veel gezien. Maar nog geen Volendam. Ja. En we gaan nog even langs de Zaanse Schans. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik zelf ook nog nooit in Volendam ben geweest. Demi Noemke is daardoor in Volendam. Oh. Dus wordt voor mij ook de eerste keer. Volendam Tour. Dus jij bent allemaal weer. Daar hebben we de dijk. Het water. Zie. En natuurlijk bootjes. Dus is dat langs de Mar van Mosso? Ziet er wel leuk uit. Nee, Volendam. Het is een mooie haventje. Oh, sorry. Oh, excuses. Nou, dus zijn we in de weg. Volendam eindelijk, hè? Yay. Stempeltje erop en ja, met die banaan. Foto's maken. Jessica, foto. Ja. Ik had haar helemaal niet herkend. Met haar los en de bril los. En helemaal opgemaakt. Het is helemaal veranderd, dit ploppels. Nou. En hier zijn natuurlijk de bekende foto's in kostuum. Want kan je dus een kostuum aandoen. Kijk. Mira dat intro? Daar is Jan Smit in kostuum. Allemaal, die tulipan is. Kan je, kijk. Hij is Gerard Joling, René Vroge, Jeroen van de Boom. Gere Goor in kostuum. Ha, leuk. Ook nog nooit gezien. Daar is de fotostudio. Waar ze alle foto's maken, kijk. Kleding wat je aan kan doen. En een foto maken. Oh jeetje, wat ruikt dit lekker. Stroopwafels. Lekker ruikt dat. Jeetje, Mina. Ze wil die. Van 3 soorten chocolade. Nee? Kijk eens. Met die balletjes? Zie. Oeh, lekker. Oeh. Kijk, hier heb je al die stroopwafels. En kijk hier die gewone wafels. Ja, daar is dat toch? Jeetje, wat ziet dat er lekker uit, zeg. Thank you, Elisa. We zullen wel even natuurlijk kijken of, of het lekker is. Lekker? Lekker. Nu is ze dus speciaal voor mij een gewone stroopwafel aan het maken. Wordt hier gewoon vers gedaan. Wat zit er hier in de pan? Karamel? Stroop? Een beetje karamel doorheen, ja. Oeh, lekker. Oh. En het ruikt ook. Dit is verschrikkelijk voor mij, dit. Kijk, hier zit ook een hele techniekje natuurlijk. Anders breekt die. Ja, het ziet er heel moeilijk uit, maar het valt eigenlijk best mee. Oh. Nou, ik vind het... Gewoon een best wel plat neer en dan draai je hem eromheen. Oh. Nou, het ziet er... Ja. Ik vind een pita broodje als snijden al. Nou, vind ik dat moeilijk. Het is makkelijker dan een pita broodje, hoor. Ja? Ja, echt waar. Oh, kijk dan. Ja, jij hebt het al vaker gedaan. Ja, nog niet super lang, hoor. Het is mijn 3e week hier. Oh, nou vind ik dat het ziet eruit alsof je het al jaren doet. Precies. Dat heb je zo. Goed, nee? Het ziet er goed uit. Ja, hoe is dat? Lekker? Muy bueno. Muy bueno, zegt Die is voor mij. Oeh. Neem de kleine. Oh, ik denk, er zijn vast en zeker nog andere dingen. Ik moet nog zoveel dingen proeven hier in Volendam.
Oeh, lekker. Ja, het is wel een beetje groot in het zakje. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Echt vers. Vers van de pers. Ze willen ook een foto maken, eventjes met de stroopwafels. Ja. Verse haring. In Volendam. Oeh, kijk eens hoe lekker. Zo. Calamaris. Het ziet er mooi uit ook, hè? Heb je het toch? Wat is het petje uit? Paling. Paling. Hallo. Esto es hoy. Esto es muy bueno. Pero lo que yo quiero es esto. Jesus, pescado crudo. Está más bueno. Lo haces así. Lo kijk, coges, dan doe je dus zo. En dan eet je hem dus zo. Dan kijkt ze denk, nou, dit is heel raar. Zo. Dan krijg je zuurtje erbij. Voilà. No. Dat hoeft ze niet. Parecido anchoas in España. Zeg, is het een beetje vergelijkbaar met anchovies? En deze zuurtjes die zijn lekker, hè? Ja. Spaghetti. Lekker, eerst een stroopwafel en een haring tussendoor. Nou gaan we met de boot gaan we eventjes heen en weer. En daar schijnen ook heel veel leuke dingen te gebeuren. Ik ben benieuwd, want ik heb natuurlijk, zoals ik net al zei, ook nog niks gezien. En dat is volgens mij die boot die daar staat. Dus dat is ook best wel een flinke boot die daar ligt trouwens. Hij staat niet, hij ligt in het water. Dus dat is volgens mij die boot. En dan moet je die boot daar eens zien. Kijk. Hele oude lijkt wel piratenschepen of zo. We gaan naar Marken op de boot en hebben we gekregen van Jessica. Jessica heeft ons getrakteerd op een ritje. Dat kunnen we daar naar beneden of niet? Ik denk het wel, hij gaat over 10 minuutjes. Oh ja, daar is de boot, de Marken Express. Marken Express. Moet je even foto's maken natuurlijk met Jessica voor de boot. Tuurlijk. Heb ze weer een leuk uitje om te laten zien als ze thuis is. Zo. Flinke steile trap. Want hier kunnen we tenminste nog wat zien. Dus dan gaan we hier zitten. En dan kunnen we het allemaal zien. Nat. Nat? Nou, daar gaan we hoor. Onderweg. We zijn onderweg op de boot. Hoe leuk is dat? Daar gaan we, Volendam. Van de andere kant. Dat is ook wel leuk. Leuk al die daken, hè? Ja. Ja. Dan kunnen we straks nog even een stukje die kant op lopen, ook in Volendam. Ja. Ik wil ook een telefoon. Met je telefoon. En we moeten er ook nog frikandel laten proeven. Zie. Nou, daar gaat Volendam. Het is een half uur varen. Boten zijn echt mijn favoriet. Not. Anders maken we ook nog wel wat mee. Maar Volendam, Marken gaan we heen. En we zitten gezellig hier in het midden. Hallo! Zin in! Zin in? Het duurt een half uur? Ja. Het is natuurlijk een eilandje, Marken. Ja. En nou ja, laat maar eens even zien natuurlijk. Ben jij ook nog nooit geweest? Nee, ook nog nooit geweest. Toen is het een eigen land. Je krijgt er zelf ook. Ja. Oh, lekker bakje koffie. Zo, hé. Hey. Dat is wel een verschil, hè? Of niet? Zo. Ja, we moeten hem hier nog even één keer afmessen. Hij glimt helemaal daarachter. En dan kunnen we hem opbouwen hiernaast. Ja, want we gaan zo hiernaast toe. Kijk, we hebben het al in de voorstrijk gezet, het plafond hier. Dus gaan we hier de vloer even opbouwen. Dan maken we dit plafond nog af. En dan is het weer mooi geweest voor vandaag. Hé? We zijn aangekomen bij de Marken. Marken heet dat? Marken, hè? Marken.
bij Marken. Het eiland. Leuk, hè? Toch gaat zo'n half uur dan toch wel weer snel voorbij, hè? Ja, zie ik je even te kletsen. Beneden op de trap, dan kunnen we beneden gaan zitten. Ja. Een bakje koffie, lekker warm. Ja. Of warme chocolademelk met slagroom. Dat klinkt goed. Aan dit ook is dat chocolade caliente? Aquí tiene otro chocolate que en España, ¿eh? La chocolate aquí va mejor. De chocolade hier is veel beter. Yo digo, yo, a mí me gusta mucho la comida y todo de España en España, pero hay algunas cosas... Het eten in Spanje is lekker, maar ook genoeg dingen zijn hier beter. Ja, ik vind bijvoorbeeld de chocolademelk in Spanje, jij vindt dat ook niet lekker. Nee. Het is wel heel schattig hier. En ook niet klein. Maar er staan wel heel veel bootjes daar allemaal. Hij gaat draaien, ja. Een kleine stukje. Hij denkt, dat doe ik nu maar alvast, want nu is het vrij. Dan gaan we die steile trap naar beneden. Echt heel snel. Dankjewel, hè. En dan gaan we inmarken. Doei. En we gaan eerst even kijken bij de souvenirwinkel voor een bril. Bij Ongafa, no? Daar, zie. Een zonnebril, want ze heeft geen zonnebril mee. Ze zegt, ik zit de hele tijd zo. Dus we moeten even hier kijken. Oh, Lief is nog op de boot aan het kletsen. Oh, ze komt er al aan. Hey Jessica, te gusta Holanda, sí. ¿No? Es muy diferente que Andalucía, ¿no? Todo verde, todo llano. Ja, alles is groen, alles is plat. Ja. Heel veel water. Maar wel heel leuk. Ja, superleuk. Kijk eens op de klein mooie bootje. Jeetje, Mina. En hier wonen ook gewoon mensen. Ja. Maar er gaat ook een weg hier naartoe, toch? Ja. Vanaf, wat zei ik nou? Uit nog kijk, iets. Ik ga foto's aan het maken, hè? Van alle huisjes. Vrijstaande huizen. Ja. Ze zitten niet tegen elkaar aan. Nee. Het ziet er wel super leuk uit hier. In het haventje. Leuke terrasjes. Het is ook op zich wel lekker weer. Het is niet warm, maar ook zeker niet koud. Kijk. Dat is een vogelfluisteraar. Hij gaat zelfs helemaal op zijn handen zitten. Kijk nou hoe leuk. Moet je voorzichtig dichterbij gaan. Gaan die mensen ik heb al ingezoomd. Oh, kijk hoe leuk. Kijk, daar gaan ze allemaal zitten. Ze wachten allemaal totdat we weg zijn. Oeh! Die ging snel. En hier zijn we in principe al een soort van eruit. Even kijken hier beneden. Het zijn allemaal huisjes. Dus ik denk dat we die kant op moeten. Daar ziet het ook niet uit alsof het heel veel is. Kijk, de zon die is wel daar. Maar die komt nog niet tevoorschijn. We gaan even zitten. Even een bakje koffie. Hier is een tarakio, hoor. Nee, hoor. Het maakt er helemaal niks aan. In de haven. Van Marken. Ja, ik denk dat overal bijna in Marken een haven is, want het is zo klein. Nee, het is best hierachter, het is best wel groot, ja? Hoor. Ja. Dan gaan we zo even een rondje lopen, even kijken. Oeh, lekker. Voor de dames. Ja, dankjewel. Kunnen we het hebben. Oeh, lekker. Ah joh. En de cappuccino. Gracias. Salut. Salut. Het plafond is klaar. We hebben ook al een paar boekjes weggehaald. Kijk, er staan er nu nog maar twee. Er zijn nog een paar planken liggen. Maar kijk eens even naar dat plafond. Nee, die zit er strak in, jongen. Niet normaal, hè. Hij is echt top. Hij is echt gewoon... Moet je kijken. Kijk, het is even. Hij shined helemaal als het licht erop schijnt. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ja, zo kun je het zien. Hij is echt mega strak. Echt mega strak. Kijk, ik kan het ook even zo laten zien. Trapje op. Kan dat? Ja. Kijk. Als je dus vanaf zo kijkt. Hoe strak die is. Oh, niet normaal. Super nice. Wow. Dat ging net goed. Hey. Zo. Oei, ik dacht even hierop te staan, maar toch niet. Woe! Zo, hart ging even omhoog. Kijk eens even, jongens. Super strak. Oké, nou, we gaan naar hiernaast. Oh, man.
Jeetje. Kijk, kijk, hier weer alles opgebouwd. Nou, dan gaan we dit plafond doen. Inzetten. En dan naar huis. Ik heb een trucje. Als ik zo doe, is het klaar. Zo, kijk eens even. Plafond 2. Super strak. Ah, echt. Ik doe even een grote lens. Boom. Kijk eens even. Hij glimt weer helemaal. Hij is echt helemaal picobello. Maar het is tijd om deze schoenen uit te trekken, deze broek uit te trekken. En we gaan naar huis. Schone kleding aan. Schone kleding aan. Morgen weer een dag. Morgen weer een dag. Goed voorbereid. Alles weer opgeruimd. Zeker weten. Happy, happy doen. Jij naar de sportschool. Ja. Jij niet? Oh nee, je hebt gisteren gesport, hè? Morgen. Oh ja. Oké, dan. Even omkleden. Ja. We wachten weer op de boot. Naar Volendam. Nou is het tijd om Volendam te... En dan gaan we met de andere boot. ...exploren. We zitten nu dus op een andere boot en daar kunnen we dus ook helemaal bovenaan zitten. We hebben helemaal uitzicht over alles. Ik ga nog even dag tegen Marken. Dag Marken. Dag Marken. Bye. Bye. Adios. En nu gaan we weer even een stukje over zee. Over het meer. Meer. Daar naar Volendam. Ja, en het duurt 3 kwartier. 3 kwartier. Nee, een half uur bedoel ik. Half uur. En daar is Volendam. Moet je kijken hoe dichtbij je kunt zwemmen. Ja, hè? Als je dit zo ziet, dan denk je, nou, dit duurt misschien een kwartiertje. Nog niet eens. Maar dat duurt dus best wel lang. Dames en heren, welkom aan boord van de Volendam van rederij Volendam Mark Express. We gaan tussen de 25 en 30 minuten varen van Marken naar Volendam. Snelheid 11 km per uur. Diepgang vaarwater tussen de 2,5 en 3,5 meter. Ik heb toch even Google Maps gekeken en daarbij staat dat dit gewoon een zee is. Ja. Dus ik ga het even vragen aan de schipper, als dat mag. Eén momentje. Ik kom zo terug. Daar komt hij. Oh, één momentje tegen mij, dacht ik. Nee. Ik heb even een vraagje. Altijd. Is dit nou een zee of is dit een meer? De naam heeft Gouwzee. Ja. En het is onderdeel van het IJsselmeer. Eigenlijk van het Markermeer. Ja, want dat zit daar. Ja, maar dit hoort. Allemaal bij het Markermeer. Eigenlijk wel. Maar het heet Gouwzee. Het was eigenlijk Gouwmeer moeten noemen. Het is toch zoetwater? Ja, maar ja, vroeger was het ook de zee natuurlijk. Hè? Maar het is wel zoetwater. Is het zoetwater? Ja, het is hartstikke zoetwater. Ja. Hartstikke maar was het dan vroeger zoutwater? Ja. Er was er geen afsluitdijk nog, hè? Ja, en toen is het ingepolderd, dus het brak water geworden. Nee, het is niet ingepolderd, maar in 1932 is de afsluitdijk gekomen. Gekomen, 1932. En toen is het zoetwater geworden. Want inpolderen is droogleggen. Ja, sorry, excuses. Nee, dat geeft niet. Zo zit dat een beetje. Oké. Nou, dan zijn we er toch over uit. Heel erg bedankt. Ik ben blij dat jullie er geen ruzie meer hebben. Nee. Zo. Ja, dan weten we de historie. He? Hebben we weer meer informatie? Ja, dan weten de mensen het ook thuis. Dat is toch wel, vind ik altijd wel belangrijk. Het is eigenlijk een meer. Ja. We zijn er bijna. Zo'n stuk. Goeiedag, welkom aan boord van de Volendam Marken Express. Dit is niet zijn stem, denk ik. We gaan nu naar Volendam, het beroemdste vissersdorp van Nederland. En verder ook bekend van de klederdracht, de gerookte paling en de muziek. Vroeger had Volendam ook de grootste bottervloot. Rond de haven van Volendam is het een stuk levendiger dan op Marken. U vindt hier veel gezellige restaurantjes. De dijk is het centrum van de Volendammers waar het allemaal gebeurt. Doe hier mee aan de traditie om een foto te laten maken in Volendamse klederdracht. Vrouw die kennis maakte van de Volendam. En besloot dat zij dit veel beter kon. Hier kun je ook tijdens een demonstratie zien hoe deze wafels... Deze unieke plek heeft zijn naam te danken aan de huizen die willekeurig neergezet lijken te zijn. De authentieke huisjes van het Doolhof zijn altijd een grote inspiratie. We gaan eens even kijken in het kaasmuseum. Oeh, allemaal kaas. Is dit de camera? Is dit de vaca? Smoked? Is dit smoked? Nee, dit is de vaca, dit is de camera. Is dit de camera? Is dit? Mmm. Is dit? En de boerenkaas. Paraalmelk.
jonge kaas en komijn. Kom al, wauw. Zie je wel. Komen nu zijn dit? 8,95. Gerookte kaas. En die? Die zijn 2 voor 10, 2 voor 20. En 12,50 per stuk. Ja. Roomkaas. En we hebben ook nog een lekkere brandnetel. Dit is gerookte komijnen. Ook weer, alsjeblieft. Gerookte. Chocolade. Geef je die gerookte kaas lekker, hè? Ja, ook een gerookte. Net in plakjes. Ook die kaas. Die kaas, ja. Brandnetel. Kaas. Is het zo'n doos voor 20 euro? Ook lekker. Moet ik die meer nemen? Of die? Wat jij lekker vindt? Nee, jij ook. Ik vind die lekker en die lekker. Dan neem ik deze wel mee. Een anjo, een anjo. Dos anjo's. Dan moet je er zo een meenemen, Dem. Doe dat lekker dan. Nee. Je vindt die gerookte kaas lekker, hoor? Die is lekker. Deze? Net dan wel, bueno. En deze? Vind ik ook lekker, denk ik. Die is ook lekker. Ja. Namaas. Nog eentje. Ik neem er nog één. Niet zeggen. Volendam strand. Ik wil Bali, hè? Net Bali hier zo met de witte strand. Ja, kijk. Dit is Volendam. Zie je? Met al die leuke huisjes. En je ziet het wel, al die vlaggen, lekker toeristisch. Maar dit zijn alle schattige huisjes. Leuk aan het water. Wij gaan denk ik teruglopen. Nou, gaan we er eens even een lekkere frikandel laten proeven. Dat mag natuurlijk niet missen aan een Nederlandse trip. Stroopwafel, eigenlijk haring en frikandel natuurlijk. Ja. Maar de haring kaas. En kaas, maar die heeft ze goed. Die heeft ze meegenomen en natuurlijk geproefd ook. Vond ze heel lekker. Zijn er nog volgens mij... Nee, maar die haring die wil ze niet proeven. Nee. Ik heb nog een keer het proberen haring. De vissen niet, maar voor de rest doet ze wel heel veel proeven. De frikandel die komt zo aan. En natuurlijk eventjes vragen wat ze ervan vindt. Kijk eens hoe lekker. Oeh, lekker. Waarom? Hij was... No? Son patata frita. Ja, probalo, porque son muy bueno. Eso es un fresco. Lo hacen ellos mismos. Echte verse patat. En de frikandel, die komt er ook aan. Die komt er ook aan. Heeft ze nog nooit gegeten? Nee. Ze gaat de frikandel eventjes in stukjes snijden. Ja, want dan kan ze hem makkelijker eten. Ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd wat ze ervan vindt. Frikandel. Kijk, kroketten, dat kunnen we er laten proeven. Maar kroketjes, dat kennen ze in principe ook al wel een beetje in Spanje. Maar frikandel is echt... Frikandel is echt speciaal. Ja, ja. Zie je? Zo. Voilà. Het ziet er goed uit. Eet smakelijk. Nou, dan gaan we. Doorgesneden. Thomas. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel. Dankjewel. Deze vindt ze lekker. Ja, dat denk ik wel. Te gusta? Muy bueno, ¿no? Lekker, hè? Vindt hem lekker, hoor. Top. Kunnen we onze weg? Dankjewel, de doel. Thank you, Snitsen. Ja. Ik neem nog één vriendje van jou. Mag ik even wat vragen? Ja. Tuurlijk mag dat. Ik ben hier van het bekende programma van de... Wij gaan weg. Wij gaan weg. Lijkt er wel op. U wilt de Spaanse dorpen op ons. In Spanje ook niet. Ja. Klopt. Ben je hier met vakantie? Heel veel plezier. Geniet van u wel. Ja, dankjewel. Jullie ook. Nou ja, misschien dat zien ze op de vlog, hè? Ja, u ziet nu uzelf op de vlog. Als u dan gaat kijken, ziet u uzelf op de vlog. Ja, dat kan nog. Dus dan moet u van de week even eens kijken van jullie zitten. Ja, okay. Ja? Jongen. Eet smakelijk nog. Tot ziens. Hé, hey, Daniel, let even op. Deze meneer is 30 jaar stukken door geweest. Oh. Nou, dan heeft hij op YouTube wat leuks te zien, want ze gaan stukken wat af. Heel, mooi. Heel veel vierkante meters. Kunnen jullie dat even beoordelen? Kunnen ja. Dat eronder zetten? Ja. Ziet er niet uit. Ja. Doe wel. Ziet er heel mooi uit.
koffie. Doei doei. Fijne dag. Eet smakelijk. Doei doei. Onze Nederland Tour. We hebben even de binnendoorweg genomen. Hier zie je allemaal mooie huizen natuurlijk. Lekker groen allemaal. Heel anders dan in Palopos. Kijk deze poort. Even kijken. Jongen, jongen, jongen. Wat hebben wij toch een koeien, hè? Ze hebben nou al zoveel koeien gezien. Ze maakt ondertussen natuurlijk ook even foto's. We zijn in Nieuwersluis. Nu kan je het zien. Zeg het dan. Hier kijk je niet aan. Super leuk, al die huisjes. Is een kanaal muy famoso. Hier is het bekende kanaal. Hier is el cartel de mujeres. Ah, sí? En hier rijden we gewoon naar de vrouwengevangenis. Ook nog nooit gezien. Wat een gebouw, hè? Wel heel mooi. Mooi gebouw, hè? Nou, hier heb je ook nog allemaal leuke huisjes. Aquí detrás todo es cárcel. Kijk je dus als je hier zit in het mooie, zie, kijk je tegen een vrouwengevangenis aan. Maar het is wel een mooie vrouwengevangenis. Oh joh, kijk hier. Vroeger was het een jongensschool. Jeetje. Mira la casa ahí. Por eso te iba a coger a esa ruta, porque así le puedes ver la... Ze zegt, dan kunnen we, daarom rijden we deze route, dan kunnen we je van alles laten zien. Alle verschillende dingen met de mooie huizen. Dus er zitten ook lekker foto's te maken, filmpjes te maken. We rijden nu Breukel in. En met de mooie huizen stopt het niet natuurlijk. Kijk je ogen uit hier zo. Un año se van 500 estudiantes. Y si tú a ti te pilla. Jongen, jongen, wat was groot. Nijenrode. Si a ti te pilla ahí para estudiar, ¿estás seguro que tienes de un trabajo? Nou, rij je dan, sukkel. ¿Estás seguro que te coge un trabajo? Esto también. Que te coge un trabajo donde le vas a ganar muchísimo dinero. Dus als je daar op school gaat, als je daar een studie volgt in dat kasteel, dan ben je er zeker van dat je... Een baan krijgt die zo ontzettend goed betaald wordt, dat kan je niet weten. We gaan even de brug over in Oud-Zuilen. Is dat dan ineens de vecht? Nu gaan we inderdaad weer langs de vecht. Ja, we rijden door Haarzuilen. Haarzuilen? Nee, niet. Oud-Zuilen. Oud-Zuilen, niet Haarzuilen. Oud-Zuilen. Bij Bellen van Zuilen, dat kunnen de mensen wel eens even opzoeken. Ja. Bellen van Zuilen was een hele bekende dame van vroeger, van goede afkomst. En die heeft hier een hele historie. Zoek maar even op. Mira. Kijk wat we daar hebben. Dat is het ook helemaal niet op. De molens van Zuilen. Inzoomen. In Las Casas aquí. De molens van Oud-Zuilen. Van Zuilen. En ook hier heb je natuurlijk weer super mooie huizen. Ongelooflijk. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Typisch Nederlands natuurlijk ook. Nou, we hebben in ieder geval wel heel veel Nederlandse dingen gedaan hier zo. Foto's gemaakt. Bij de molen. En nu gaan we op onderweg. Op onderweg. Ja, dat zie je bien. Vamos al molino. Y le puedes ahí poner fotos delante del molino. Morgen kan ze foto's maken bij de, bij de molen. Niet van de molen, maar bij de molen. En nu gaan we onderweg naar Breukelen. En dan zetten we eraf bij de trein. Maarten. Sí. Naar Amsterdam Centraal. Hay que enkele ponerlo, reis. Pimpas. Sí. Ja. En dan moet je deze gebruiken om in te checken. Ja. Wandel. We gaan snel naar boven. Snel. Dan gaat ze vanaf Maarten. Oh, hij doet het niet.
doet hij het weer niet. Want we hebben haast een beetje. Want op het laatste moment dacht ik, oh, dan brengen we naar de nummer 2. Spoor. Jezus. En dan kan ze weer terug naar Amsterdam. Dus we hebben een flinke tour gehad. Dacht ik zo. Spoor 2. Jezus, hé, wat een klim. Nou hè. Die trap. Het is zo vervelend als trappen het niet doen. Dus het is spoor 2. Spoor 2? Ja. En dan moet ze niet vergeten in te checken. Dat kan daar bij de paal. Ach, en dan komt de trein er zo aan. Yes. Ingecheckt. Ik hoop dat het een hele leuke dag vond. We moeten snel afsluiten, want de trein komt eraan. Oeh, ja. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blij duimpje. En vergeet niet te abonneren. En natuurlijk even een leuke reactie. En vertel even wat jullie om de rondleiding van Jessica vonden. Daar is de trein. Nou, dan zeggen we maar tegen haar toedels. En dan doen we toedels. Wilo, toedels. Toedels. Toedels.